En ik herken het ook wel. Ik weet nog wel de allereerste keer dat Karim terugging naar zijn ouders. Ik kende zijn ouders niet, die wisten ook helemaal niet dat wij samen waren. En hij zou voor de allereerste keer teruggaan. En ik maakte me daar best zorgen om de Algerije. Gewoon een moeilijk land dus om naartoe te reizen. En zeker toen nog. En als je dan bij dat soort landen bent en je hebt overgewicht bij de douane. Dan willen ze, weet je, aan spullen. Hè? Dan, het is geen dikke Algerijn. Maar het komt er door de poortjes. Maar het is meer allemaal spullen. Dan gaan ze bij de douane moeilijk doen. Dus ik zei, als je nou aangekomen bent bij je ouders. Ja, dan moet je me wel echt meteen bellen en zeggen dat het goed is gegaan. Want dan kan ik gewoon ontspannen. En toen was het 12 uur 's nachts. En toen had ik nog steeds niks gehoord. En toen dacht ik, dan ga ik toch maar gewoon zijn ouders bellen. Dus toen belde ik zijn ouders. Maar ze doen in Algerije alles in het Frans, hè. En mijn Frans is echt slecht. En ik kan het wel allemaal verstaan, maar spreek ik... En soms als het spontaan is, wil het ook wel gaan. Dat je denkt, hé, je hoorde dat net, dat ging goed. Maar als ik het aanzie komen, dan word ik zenuwachtig. En dan ik zat een keer in Parijs op het terras. En toen voelde ik die ober zo heel langzaam zo naar het tafeltje komen. En toen was hij er en toen zei ik, je suis un café au lait. Zag ik die man en ik denk, die is niet helemaal goed, hè. Dus toen belde ik zijn ouders en toen nam zijn oudste zus nam de telefoon op. En toen zei ik, je cherche Karim. En toen zei zijn zus, die zei, hij heeft vertraging gehad, maar hij is geland en hij komt nu met de auto naar hier. Madame. En toen moest ik ineens in één seconde beslissen waar ik zou doen. Toen dacht ik, ja, als ik nou zeg, nou sorry, maar ik ben een monsieur. Dan, dan heeft Karim waarschijnlijk al problemen voordat hij überhaupt in thuis is. Of zal ik het gewoon zo laten? En toen heb ik het zo gelaten. Dus sindsdien ben ik die madame uit Holland. En ik krijg jurken van die moeder. En sjaaltjes. En kekke slippers. En ik denk altijd, weet je, die ouders zijn heel erg oud. Die zullen nooit naar hier komen. Ik zal dan gewoon nooit naar daar gaan. En dan blijf ik dus heel mijn leven die madame uit Holland. Ja, er zijn ook maar woorden. Daar word ik natuurlijk niet echt iemand anders van. Het enige wat ik daar moeilijk aan vind, en dat vind ik echt ingewikkeld, is dat ik echt hoop dat ik van ons tweeën als eerste doodga. Omdat als hij als eerste sterft, dan wil hij, en dat snap ik ook goed, maar dan wil hij daar begraven worden.